Welkom bij les 7. Deze les gaat over eiwitten en aminozuren. Het is belangrijk dat je het boek erbij pakt, want dan kan je een beetje volgen wat ik zeg, want ik schrijf niet alles op. Om goed inzicht te krijgen in de verschillende producten, wil ik hier eerst een overzicht geven van de kleinere groepen die onder de grote groep, de grote noemer, eiwitten hangen. Allereerst heb je verschil in de, en vandaar dat je dat boek nodig hebt. We gaan de producten zoals je die in de natuur ook aantreft. Een caseïnaat is bijvoorbeeld een belangrijk eiwit. En dat is ook wel, noemen we dat, een melkeiwit. Ik kom straks terug op elke groep en dan ga ik ze één voor één behandelen. Dus het is een vrij lange les, deze les. Dan hebben we de wei-eiwitten. Dat zijn afgebroken melkeiwitten, caseïnaten. Dan hebben we ei-eiwitten, die dus ook werkelijk van een ei afkomen. Dan heb je soja eiwitten, dat is dus echt waarom ik die apart heb gezet van andere eiwitten. Dat is omdat soja eiwit een enorme populariteit geniet. Dan hebben we diereiwitten. Let op, een diereiwit is dus niet gemaakt van een melkproduct of een uitlaatproduct, hè, zoals een ei of wat dan ook. Een dierproduct is daadwerkelijk van het vlees van het dier gemaakt. Dan hebben we een heleboel vegetarische eiwitten, hè, zoals bonen, erwten, tegenwoordig aardappels, en je hebt ze van alles en nog wat. Dan hebben we de aminozuurcomplexen. Dat zijn dan aminozuren die allemaal bij elkaar in een pil of een poeder of in een tabletvorm of wat dan ook zitten. Dan heb je daar los weer van allemaal losse aminozuren. Deze losse aminozuren die zijn heel belangrijk weer voor aanvullingen. Dan hebben we de BCAA, dat zijn 3 aminozuren. En ik kom stuk voor stuk kom ik erop terug. En binnen deze producten ga ik allemaal dieper in over de onderlinge verschillen ook. We starten met een melkeiwit. Melkeiwit, dus melk. En die komt gewoon uit melk. Heel simpel, het is een basale vorm, hè, omdat deze vorm vanuit deze is het historisch gezien het meeste gebruikt. Misschien in de vorige les herinner je nog dat ik praatte over het vullen van allemaal potten in de jaren 60. In de jaren 60 was eigenlijk de melkeiwit het enige wat nog echt aanwezig was en makkelijk verkocht kon worden. Er waren nog niet zoveel bijproducten op de markt. En als die er al waren, dan waren ze verschrikkelijk duur. En melkeiwit, ofwel een caseïnaat, komt dus direct uit melk en heeft hele lange ketens. Ik zal even kijken of ik hier wat voor je heb. Een lange keten. Dat is dus een heel ingewikkeld verhaal. Een melkeiwit is eigenlijk een beetje een kluwe. En die hele kluwe van eiwit, hè, dat zijn allemaal aminozuren. Die zitten allemaal bij elkaar. En dan krijg je een soortement van kluwen, van in elkaar gehechte dingetjes. Hè, dan krijg je dat je een vorm krijgt van een bolletje. Ja, en dat bolletje, daar zitten al die eiwitten in. En die eiwitten, die zitten allemaal bij elkaar. Zoals je ziet, is het een hele ingewikkelde, dichte kluwe van allemaal aminozuren. En die ketens, die zijn heel erg lang. En al die lange ketens, die moeten door ons lichaam uit elkaar gebroken worden. Die moeten eerst ontrafeld worden, uit elkaar gehaald worden, daarna in stukjes gesneden worden. En dan pas kan het opgenomen worden door ons lichaam. En dat neemt dus ongeveer 4 uur in beslag.
Maar daarnaast is als je het gebruikt in een actieve toestand, hè, dus in een overdag, dan heb je ook veel restproduct. Want jouw maag en darmen zijn overdag veel actiever en werken sneller dan dat ze 's nachts werken. Wat inhoudt dat als je ze 's nachts gaat nemen, heb je nog een 40% dat verloren gaat tijdens de opname, tijdens het uit elkaar werken. Maar als je het overdag gaat innemen, dan kan het wel eens zijn dat je een 60% moet gaan inleveren van de kwaliteit. Dat betekent dus dat de effectiviteit van je eiwit een stuk lager ligt. Effectiviteit heeft direct weer te maken met de opname. Dus hoeveel een product opgenomen wordt, hoe effectiever dat product is. Dus het nadeel ook als je het overdag neemt, dat je de hele dag het idee hebt van je hebt een volle maag. Wacht even, een volle maag heeft ook zijn voordelen. He, voor mensen die bijvoorbeeld aan een afvaldieet bezig zijn. Voor mensen die lekker een vol gevoel willen hebben, waardoor ze niet gaan lopen snoepen. Daar heeft een cassianit ook nut voor. Maar vooral voor mensen die een hele zware krachttraining doen en langzaam herstellen, daar gebruiken we de cassianaat in de avond. Dus die mensen nemen het in voordat ze naar bed gaan. Dan komt het beter tot z'n recht, wordt het langzamer afgebroken, heb je minder afval, heb je een betere opname. Dus een cassianaat is er niet voor de lichte training, niet voor de snelle herstellers, niet voor de snelheidsatleten en helemaal al niet voor mensen met een melkallergie. Wat is een melkallergie? Hou er rekening mee dat dit is allemaal in elkaar en dat heeft te maken met het melksuikerlactose. Het melksuikerlactose heeft ieder mens tot het vierde levensjaar en vanaf het vierde levensjaar wordt het eigenlijk gestopt. Dus melkintolerantie is vaak na het vierde levensjaar. Alhoewel het nu op dit moment steeds vaker voorkomt. En dat heeft te maken met onze melkgeoriënteerde industrie. Hou er rekening mee dat melkallergie een lactose-intolerantie is. En die kan ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld last krijgt van een opgeblazen maag, diarree, veel lucht in je darmen. Heel belangrijk om te weten dat cassianaat heeft ook allerlei bijwerkingen. En daar moet je gewoon goed rekening mee houden. Want als die afbraak te langzaam is, niet snel genoeg, ook als er sprake is van een allergie, dan is cassianaat niet aan te raden. Ook rekening houden dat als je weet dat je direct goede melk zou willen hebben en je gaat naar de boer, en dan haal je dus de directe boerenmelk. Dan moet je rekening houden dat deze melk kan gaan gisten. Dus dan haalt direct vanuit de koe. Dan krijg je dus een scheiding der lagen. En die scheiding der lagen is dat je hier krijg je het melk en hier krijg je het wei. Die wei ontstaat doordat dit al een stuk meer afgebroken is. Dus de ketens die zijn een stuk kleiner. En die kleinere ketens die worden ook veel gemakkelijker door ons lichaam afgebroken in de losse aminozuren en daardoor veel sneller opgenomen. Deze kortere ketens en lagere soortelijke massa is het gewicht van dit geheel, is vele malen kleiner dan het gewicht van deze. En het gewicht refereert weer naar
het volume en dan weer naar de hoeveelheid aminozuren. En doordat deze ketens veel kleiner zijn, worden ze veel makkelijker afgebroken. En deze snelheid is juist van belang om jouw herstel te bevorderen. Dus een bij komt na de inname ongeveer binnen 30 minuten al bij de spier aan. En je gebruikt dus een bij ook binnen een uur na je training. Want langer heeft het weinig of geen nut meer. Het doel van de bij is ook herstel, snel herstel. En het opbouwen van een droge spiermassa. Bij de juiste inname bereik je dus geen volumemassa, maar een droge spiermassa. De massa die zien we straks terugkomen bij de koolhydraten. Een wei-eiwit kan door iedereen gebruikt worden die geen last heeft van lactose-intolerantie. Want wel degelijk is het zo dat ook al is het geen caseïnaat, dat er bij wei een minimale hoeveelheid lactose nog in het product aanwezig is. En dat voor sommige mensen juist ook die minimale hoeveelheid tot intolerantie kan leiden. En de opname van een wei ligt tussen de 24 en 30 gram per dag. Ook weer afhankelijk van hoe jouw maag en darmen functioneert en wat het aan restmateriaal overhoudt. Het is mogelijk om wei meerdere malen per dag in te nemen, wanneer je dus ook meerdere malen per dag aan het trainen bent. Het is een kwestie van vraag en aanbod. Er moet een vraag zijn en dan kan je er iets op aanbieden. En dat is heel belangrijk bij de wei. De wei mag je ook niet oplossen in melk. Want zoals je ziet komt het eruit en dan stop je het weer terug. Nee, je moet een wei in water of in een vruchtensap oplossen. Want als je het toch in de melk op, dan ga je gewoon een hoop van je kwaliteit verliezen. En dat is gewoon zonde van je geld. En het verstoort ook de werking van de wei. Dus niet doen, want je kan er ook nog maag- en darmklachten van krijgen. Want je krijgt dubbel. En dat is belangrijk om te weten wanneer je en hoe je het in kan nemen. En de beste resultaten bereik je bij de wei door uit te testen of nou bij jou de water of juist het vruchtensap goed is om op te lossen voor jouw opname. En wanneer adviseren we wei nog meer, dus niet alleen maar bij die training, maar juist wei is heel erg goed als je herstellend bent van een ziekte of een operatie. Bij veel ziektes wordt spierweefsel afgebroken en bij operaties wordt spierweefsel daadwerkelijk ook beschadigd. Er wordt in gesneden. En om de herstel te bevorderen is een kleine inname over de hele dag verspreid van een klein beetje wei, klein beetje wei. En dat kan je als een capsule doen, wat ik niet adviseer, wel als drank. En dat gaat werken. Vloeibaar, wordt snel opgenomen en door die snelle opname kan je ook een herstel versnellen. Vooral als je het meerdere malen, zo'n 6, 7, 8 keer per dag, een kleine hoeveelheid inneemt. En een andere toepassing van wei is wanneer jouw wanneer je dieet niet goed is. Wanneer je dus in een dieetpatroon zit dat niet volledig is en dat niet versterkend is. Waardoor je je eigenlijk niet goed voelt, je verslapt en al dat soort dingetjes. En nog een andere toepassing is bij de verouderingsprocessen. Ik ben een heel groot voorstander dat wij ouderen, boven de 60, 65, 70 jaar, dat die allemaal een eiwitpreparaat toegediend krijgen. En liefste een wei en geen caseïnaat, omdat de caseïnaat, zoals ik al had gezegd, is te belastend. Maar als je een wei aan een ouder persoon toedient, kan die zijn herstel versnellen. Dat is geen anti-verouderingspreparaat. Maar het kan wel degelijk helpen de afbraak van spierweefsel te verminderen. Dus het is een heel belangrijk onderdeel om daar regelmatig mee aan het werk te gaan als je met ouderen bezig bent. De caseïnaat
wordt ook uit melk verkregen. En sommige mensen kunnen dit niet verdragen. En voor deze groep is er een ei-eiwit. Een ei-eiwit, een ei. En dat ei-eiwit, dat heeft een ietsje langere lengte. Die blijft hier tussenin zitten. En die lengte van de keten, die is zodanig dat het ongeveer 2 uur duurt voordat er daadwerkelijk sprake is van een goede opname in de spieren. En daarmee moet je rekening houden wanneer je het voor trainingen of voor andere doeleinden gaat gebruiken. Hoe neem je het in? 1. Je neemt het in voor de training een deel en je neemt het in na de training een deel. Die voor de training krijgt alvast de tijd om af te breken en al voor opgenomen te worden. Er is dan nog geen sprake van een noodzaak van de spier, maar wel alvast van een aanvoer tot. Dus je zorgt ervoor dat er een voorraadje aanwezig is. Nou, dit kan in ieder geval een versnelling geven van het herstel door middel van een ei-eiwit. Het is belangrijk om de inname van ei-eiwitten goed te reguleren om gisting te voorkomen. Een klein probleem bij het regelmatige innemen van ei-eiwitten is dat er een darmgisting op kan treden en dan krijg je darmgassen. En als je dan een scheet laat, dan krijg je dus echt alsof je een rotte eieren aan het ruiken bent. En dat heeft te maken met de gecreëerde H2S-gassen. Dat is die rotte eieren stinkgas. En dat wordt dan geproduceerd door de afbraak in de darmen van die ei-eiwitten. Nou, om dit te voorkomen, moet je regelmatig van eiwitsoort veranderen of ze gaan aanmengen met andere eiwitten. En daarom, je kan een ei-eiwit bijvoorbeeld met een soja-eiwit mengen. Maar daar ben ik niet zo'n fan van. Waarom soja-eiwitten niet zo ideaal zijn, is omdat er vaak geen volledige aminospiegel is. Dat betekent dat niet alle aminozuren die wij als mens nodig hebben in het eiwit aanwezig zitten. En daardoor zijn ze dan ook niet ideaal voor krachttraining. Nou, wat betekent dat? De menselijke spijsvertering herkent ongeveer 26 verschillende aminozuren. Luister, als je de wetenschap induikt, dan zal er een continue discussie zijn tussen 20 en 22, 24, 26. Maar ons maag-darmgestelsel kent ongeveer, herkent 26 verschillende aminozuren. En die hele discussie van de wetenschap over welke ze nou wel herkent of niet herkent, is voor ons helemaal niet zo belangrijk. De plantaardige eiwitten die missen vooral voor de mens de noodzakelijke BCAA. En dat is valine, leucine en isoleucine. Dat zijn 3 verschillende aminozuren. Ik zal nog even kijken. Volgens mij heb ik daar nog ook een mooi fotootje van. Ja, daar is die dan. Kijk, en dan heb je de branch chain amino acids. Zoals je ziet hebben we daar 3 verschillende aminozuren. En die zijn uitermate belangrijk voor het herstel van ons celmembraan. Dus de wand van jouw cel. En als die niet in die plantaardige eiwitten zitten, ja, dan hebben ze niet veel nut voor ons. Want als we dus aan krachttraining doen, dan is het eerste wat we moeten repareren, is natuurlijk die celwand. Want die celwand is als de muur van een huis. En als de muur van een huis kapot is,
dan gaat alles wat er uit, wat er in dat huis komt, dat valt naar buiten toe. En daar moeten we rekening mee houden. Dus de plantaardige eiwitten, die zijn niet geheel complementair met ons lichaam. En daardoor werken ze gewoon minder goed. Een ander bijkomend probleem is de periode en de hoeveelheid van gebruik. He, om enigszins effect te hebben, moet er van soja-eiwit heel veel gebruikt worden. Dus dat geldt ook voor al die andere plantaardige eiwitten. Want ons lichaam herkent ze niet allemaal, waardoor het tijdens het verteringsproces heel veel reststoffen oplevert. Dat betekent als ik 100 gram, ja, dan heb ik misschien 30, 40, 50 gram maximaal aan daadwerkelijk opgenomen eiwit. Dat is natuurlijk wel een heel vervelend bijkomstigheid. Naast eiwit zorgt soja, vooral soja, en dat geldt dus niet echt voor die andere eiwitten, voor een heel sterke toename van door zijn fytonutriënten. En daardoor hebben ze een invloed op je hormoonhuishouding. En deze hormoonhuishouding is zo dat soja promoot, dus stimuleert, het estrogeen. Het estrogeen is het vrouwelijke hormoon. Het mannelijke hormoon is testosteron en het vrouwelijke hormoon is estrogeen. En als dat nou te veel bevorderd wordt in een mannelijk lichaam, dan krijg je eigenlijk een beetje een negatief bijeffect. En dat vooral als je dat op de lange duur doet, dus niet op de korte termijn. Hou er rekening mee dat soja is een heel goed eiwit als een mengeiwit. En je kan het altijd gebruiken om het met andere eiwitten te mengen. Maar dan moet je ook goed kijken wat er op de verpakking staat. Want veel soja eiwitten die worden aangelengd omdat het smakeloos is met heel veel suikers. Dus er komen dan heel veel koolhydraten binnen. Lastig. Een ander goed, maar langzaam soort eiwitten is de groep die gemaakt is van dieren. Nou, diereiwitten, dat is pas in de laatste 10, 15 jaar weer aan het populair worden. Dat is vooral in een heleboel landen waar heel veel dierproducten worden gebruikt. Bijna elk dier is geschikt als bron van eiwit voor de mens. De dierlijke eiwitten staan ook dichter bij de mens qua opname mogelijkheid. Er zijn op dit moment hoofdzakelijk de koe, vis, schaap, geit. Dat zijn eiwitten die er op de markt zijn. En die zijn dus gemaakt van het vlees van deze dieren en niet van het uitscheidingsproduct. En de eerste variant is gemaakt van het vlees van deze dieren. En heel erg belangrijk is dat er wordt heel veel op ziektes gecontroleerd. Dus de eindproducten, de kans dat het iets zou bevatten van bijvoorbeeld de gekke koeienziekte of andere dingetjes, ja, dat is zo vrijwel nihil. Die kans is, acht ik dan, minimaal. En omdat de verkrijging van dit soort producten moeilijk is, omdat het maken van een eiwit uit vlees is kostbaar en vraagt heel veel investeringen van een bedrijf. Er zijn dus maar een aantal gespecialiseerde merken die dit kunnen leveren. Maar de praktijk is dat deze producten ook voor de Nederlandse markt nog niet zo heel erg belangrijk zijn. En zelf ben ik best wel enthousiast over de effecten en de werking van het product. Alleen, ja, ze hebben ook nog eens een keer een ander nadeel. Is dat als je ze lang gebruikt, dat het ook voor sommige mensen de lichaamsgeur kan beïnvloeden.
Dus je gaat anders ruiken. De laatste paar jaren komen er steeds meer vegetariërs in de sport. Nou, je zal in de media best gelezen hebben van het vegetarische dieet is de oplossing voor de bodybuilders, et cetera, et cetera. Nou, ik twijfel heel erg aan hun verhalen. Want de kans dat je als vegetariër en nog erger veganist daadwerkelijk maximale spiermassa op kan bouwen is nihil. En dat is bewijsbaar nihil. Er zijn wel een hele hoop nieuwe eiwitten op de markt gekomen. Hè? Je hebt ze tegenwoordig van aardappelen, boonsoorten, graanproducten. Ja? Maar om eiwit te halen uit dit soort producten moet je echt heel veel productie draaien. Hè? Want de hoeveelheid eiwitten in die producten is natuurlijk minimaal. En daardoor is er een enorme hoeveelheid materiaal, basismateriaal nodig om dit te bereiken. Nou, zoals je al gemeld is, is het aminospectrum van soja en van alle andere plantproducten niet optimaal. Waardoor je toevoegingen moet geven met de BCAA wat ik daarnet al vertelde. Dit levert vaak hele vreemde productsamenstellingen op. En daarom adviseer ik je, ga eerst het etiket bestuderen voordat je daadwerkelijk het product aanschaft. En wees voorzichtig en kijk vooral naar de hoeveelheid koolhydraten, naar de hoeveelheid BCA, de hoeveelheid glutamine. Dat zijn belangrijke onderdelen waar je echt naar moet kijken op het etiket of het er wel in zit. En het etiket moeten we helaas tot nu toe nog vertrouwen. Dan komen we nu aan bij de aminozuren. Nou, aminozuren zal ik een hele korte uitleg geven, want het is natuurlijk een enorm groot verhaal, want dat zijn de bouwstenen van onze cellen. Laat ik eventjes bij het begin beginnen. Een aminozuur is een heel eenvoudig geheel. Dit is glycine. Dat is als basis aminozuur is dat heel eenvoudig in opbouw. Maar al deze losse cellen, al deze aminozuren bij elkaar, die bouwt onze lichaam tot iets van onszelf. Want je weet, je hebt een unieke identiteit, een unieke DNA. Alles in jouw lichaam is uniek van structuur. Nou, elk van deze 26 aminozuren die wordt opgebouwd in jouw eigen lichaams DNA. Ook elke cel, elke steen. Alles is nodig om de stenen met dat cement aan elkaar te plakken. Dit is dus die aminozuren die zijn noodzakelijk om alle eiwitten in jouw lichaam op te bouwen. En daarom heb je elke dag die aminozuren nodig. Elke dag. Al is het maar een kleine hoeveelheid. We komen ook nog wel eens terug over vastenperiode. Maar dan zal je ook zien dat dan ook die aminozuren noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van de mens zelf. En in alle voorgaande eiwitten zitten deze aminozuren. Maar dan nog altijd in ketens. En om ze uit die ketens te halen, moet het lichaam de eiwitten verteren. En dat gebeurt in jouw maag en je darmen. En maar er zijn ook al voorverteerde eiwitten op de markt. In deze producten die als aminozuren op de markt gebracht worden, dus hou er rekening mee, het zijn niet meer dan voorverteerde eiwitten. En dan bij opname in jouw lichaam vallen ze uit elkaar en veel gemakkelijker, want daardoor kunnen ze de darmwand makkelijker passeren. Doordat ze het zo makkelijk passeren,
dus van de darmen. Daardoor mogen ze aminozuren genoemd worden. Maar feitelijk gezien komen ze nog steeds als polypeptiden, dus aan elkaar geschakelde aminozuren, komen ze dat lichaam binnen. En deze preparaten zijn natuurlijk een stuk duurder, omdat ze al voorverteerd zijn. Je kan het in drie verschillende vormen kan je ze krijgen. De vloeibare vorm, die wordt het snelste opgenomen. En dan heb je ook nog een keer een pilvorm. Je hebt een capsulevorm en je hebt een poedervorm. Een pil en capsule zet ik even op één lijn. Het voordelen van deze preparaten is dat ze over het algemeen nog sneller worden opgenomen. Er weinig of geen irritatie is en bijna geen sprake is van lactose-intolerantie. Dus de kans dat daar negatief op gereageerd wordt is vrijwel nihil. Ja, het nadeel is een beetje dat de prijs hoger ligt. En dan naast de complexe aminozurenproducten zijn er ook nog een keer de individuele aminozuren. Nou, bijna alle losse aminozuren zijn verkrijgbaar. En dan kom je meestal op maar 20, 22 stuks. En niet op die 26 waar ik het over heb, want dat is een natuurlijke formule. Uit heel veel publicaties blijkt dat je een bepaald aminozuur nodig hebt, want dat aminozuur is super van werking. Ja, ik zou als ik jou was een beetje kritische noot daarbij hebben. Want hoe weet jij of dat specifieke aminozuur ontbreekt in jouw lichaam? En hoe weet jij zeker dat dat specifieke aminozuur door jouw lichaam wel in één keer heel goed opgenomen gaat worden? Het is dus noodzakelijk om hier bij het innemen van specifieke singulaire, dus enkelvoudige aminozuren, daar enige afstand van te houden. Want er is dus niet zoiets als een baat het niet, dan schaadt het niet verhaal. Een overdosering van een bepaald aminozuur kan de algemene, dus de algehele verstoring veroorzaken van je hele metabolisme, van je hele stofwisseling. En dat is, het is alleen zo dat wanneer de toegediende aminozuur echt zuiver geconcentreerd is, dan pas komt dit in aanmerking. Maar in al die preparaten is dit zelden het geval. Dus ja, ik zou het niet te zwaar nemen. Waarom? Omdat aminozuren alleen, dus in de vrije vorm, in de natuur, bijna niet voorkomen. Ze vormen al heel snel een di en een tri. Dat is twee of drie banden. En je koopt daardoor een samengesteld en vaak gestabiliseerd product dat niet zo enorm sterk geconcentreerd is. En daarom de meeste losse aminozuurpreparaten zullen dan ook niet echt veel effect hebben. Ze geven meestal een placebo effect, waardoor jij weer het idee hebt dat het werkt. Dus daar moet je wel weer rekening mee houden als je met dat soort preparaten aan de slag gaat. De meeste van deze producten hebben dus heel weinig of geen effect. En zeker niet in de krachttraining. Dus daarmee moet je rekening houden. Wel heel erg belangrijk zijn preparaten als glutamine en BCAA. En waarom? De glutamine, dan moet je een beetje denken, dat is het bougievlammetje van je spieren. Het zorgt ervoor dat het hele energieproces wordt opgestart. En die BCA's waar we het net al over gehad hebben, die zijn heel erg belangrijk voor het herstel van je cellen. Nou, die twee in losse vorm aannemen is heel erg belangrijk. En vooral als je boven de 35 komt. Want als je boven de 35 zit, dan raakt er een gebrek, een tekort. En is het aanvullen van glutamine en BCA bij krachttraining een behoorlijk belangrijk en ja, eigenlijk een must-do voor elk lichaam.
Nou, dan hebben we ja, de rest van de aminozuren in losse vorm zou ik niet altijd willen adviseren en zeker niet. Hè, er zijn dus de GH-releasers, hè, ortinine en nog een paar andere. Die zijn heel belangrijk, maar ga die niet minimaal doseren, want de hoeveelheid ortinine, arginine, daar moet je minimaal 5 gram van nemen, wil het effect hebben. En dat moet je dan dagelijks doen voor de groeihormoon. Nou, die doseringen zijn niet meer te betalen. Daarnaast heb je nog voor de gewrichten een aantal die erg belangrijk kunnen zijn. Daar komen we later ook nog op terug. Voor als je last hebt van je gewrichten. Daar zijn ook bepaalde aminozuurcomplexen heel goed voor. Advies. Aminozuren. Eiwitten. Ja. Hou het een beetje op simpel. De wei. Cassinaat alleen maar wanneer je dus zware trainingen in afvalprocedure zit. En de BCAA en de glutamine als je boven de 35 bent. En voor de rest hou je een beetje bij de bij. En dit was de les. Tot de volgende les.